John Jansen van Galen, schrijver en journalist. En in de naweeën van de Eiburg-affaire op het gemeentehuis praten we met hem over Amsterdam, literatuur en hoe gaat het met schrijven in Amsterdam? Schrijven in Amsterdam, voor schrijven is Amsterdam een fantastische omgeving. Ik bedoel, ik heb een werkkamer in het pal in het centrum van de stad, Johnny Jordaanplein. Hè, maar aan de achterkant van de huizen. Dan zie je uit op de Westertoren en het is doodstil. En aan de andere kant zie je uit op een schoolplein waar de kinderen nou tegenwoordig voor de helft zwarte kinderen voetballen. Ja, dat is natuurlijk een ideale omgeving. Ik bedoel, je bent buiten, het is stil en je bent toch in het centrum van de wereld. John, ik zag je laatste, ik geloof als bij de openbare bibliotheek, die hadden een voorleesdag. En daar zag ik plotseling een geboren verteller zitten. Nou, of ik een geboren verteller ben, toen moest ik voorlezen. En ik geloof dat ik een behoorlijke dictie heb. En ook van jongs af aan al een soort scholing in het amateurtoneel. Vertellen is natuurlijk iets anders. Vertellen is dat je verhalen kan bedenken in een meeslepende vorm waar mensen naar luisteren. Maar toen... Ja, je had een verhaal van Nesquio. Ik droeg het verhaal van een echte verteller voor. Toch is dat iets wat we bijna in de stad niet zien, ook op televisie, vertellers. Nee, we zien veel te weinig vertellers, troubadours, dichters. We horen ze te weinig. We horen ze op de radio al weinig. Dat er natuurlijk nog een voor de hand liggend medium is. He, vroeger had je daar het hoorspel. Dat was eigenlijk een soort dramatisch vormgegeven vertelling. Dat wordt allemaal nu te lang bevonden. Alles moet... Vijf minuten is al lang op de radio. We moeten rekening houden met de zappers, hè? Hou ze vast. Ja, maar ik denk dat als je de zappers probeert vast te houden, dat je dat niet lukt. En dat je dan bovendien nog kwijtraakt de mensen die behoefte hebben aan meer lange adem, aan rust, aan een zorgvuldig verteld verhaal. Ik denk als je alles vijf minuten gesproken woord houdt, dat je tussen twee schelven hooi wegzakt en niks meer overhoudt. We hadden van de week Boekenweek. Ben je boekenbal geweest? Nee. Nee, ik mag ook nooit schrijven boekjes. Maar... Ik schrijf geregeld boeken. De afgelopen jaar heb ik 3 boeken geschreven. Maar ik geloof niet dat het boekenbal is voor de mensen die de boeken schrijven. Het is voor de mensen die de boeken verkopen. Ja, maar het onderwerp was met God, geloof ik. Hè? Iets met God. God had onze zij. God stond helemaal in de... Ja, ze hadden boekjes erover. En iedereen die maar het woord God in zijn tekst had, die mocht meedoen. Nou, sterker nog, een heleboel mensen hebben natuurlijk... Omdat de Boekenweek over God zou gaan, daarna het woord God in hun titel of in hun boekje gezet. Het is toch een soort een marketing truc. Maar is het toch ook een beetje een signaal dat we een klein beetje meer dat soort dingen gaan waarderen? Oh, absoluut. Maar dat was er al. Dat heeft die organisatie van de Boekenweek, CPMB, goed begrepen. Dat was natuurlijk al een tijd gaande. Was het een buigen naar de New Age? Nee, dat mensen dat vroeger cynisme en alles is rationeel te verklaren een beetje achter zich hebben gelaten. En toch gaan nadenken of er ook niet rond ons bestaan nog mysterieuze verhalen te vertellen zijn. Dat... Nou vraag ik me af of dat is duidelijk iets van zeg maar, de naoorlogse babyboom generatie. We worden allemaal wat ouders. Hè? Het systeem werkt niet meer zo goed, het kraakt. Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof in onze generatie, in mijn generatie althans, die is misschien iets ouder dan de jouwe vanuit de oorlog. Daar is heel sterk dat sentiment, en dat heb ik ook gemerkt toen ik in de redactie van Haagse Post zat, van met de godsdienst niks meer te maken willen hebben. Omdat die mensen voor het merendeel zijn opgevoed in zo'n strikt calvinistisch of rooms-katholiek milieu, waarin ze die striktheid, daarvan hebben ze schuld gegeven aan de religie en wouden ze niks meer met de religie te maken hebben. Daarna kwam er ook in de redactie van de Haagse Post een jongere generatie en die had veel minder dat vooringenomen tegen religie op zich. Dus ik denk dat het ook een verschuiving van de generaties is. Is het ooit bibliogeneratie? Ja, ten dele, maar dat is natuurlijk het typische van deze tijd. Het waaiert ontzettend uit. Ik bedoel, als je ook in mijn schoonfamilie rondkijkt, zijn er ook heel veel jongeren die plotseling weer naar traditionele kerken gaan. Dus niet alleen het ooit bibio New Age-achtig. Ik bedoel, was een keer om een toogdag van de RPF... Reformatorisch Politieke Federatie in Barneveld. Daar zitten onvoorstelbaar 18.000 mensen. En dat is voor de helft zijn die onder de 25. Dus het is niet alleen New Age, Modieus en Oibibio. Denk je dat er een mooie kerk gaat komen in Eiburg? In Eiburg? Nou, de mooiste kerk in Amsterdam, weet je dat? Dan moet je eens gaan kijken. De mooiste kerken zijn natuurlijk de... staat in Oud-West een grote apostolische kerk. Er is de Victory Outreach kerk aan de Plantage Middelaan.
Dat is die kerk van de Evangelische Broedergemeente nou in Waterhaasmeer. De mooiste kerken zijn die handenklappende, halleluja zingende, ritmisch stampende gemeentes van zwarten. En aangezien ik denk dat er in Eiburg vooralsnog heel weinig zwarten komen te wonen, ben ik bang dat daar nou niet echt een opleving van dat soort, ja, toch een beetje meeslepende religies zal zijn. Denk je, we naderen dat jaar 2000, dat dat werkelijk een verandering gaat brengen? Nee. Ik denk, ja, er is natuurlijk een neiging, zoals elk jaar, als oud jaar nadert, gaan mensen het jaar overzien. En je merkt nu al dat er in de publiciteit ook wel ten dele marketing truc, maar ook wel echt de behoefte is om ons te bezinnen op wat deze eeuw te betekenen heeft gehad. Ja, en dat gaat al gauw van eeuw naar eeuwigheid. En dat leidt tot misschien meer diepzinnigheid dan we in de afgelopen jaren hebben gehad. En dat, ben je blij mee? Ja, 2000 op zich heeft natuurlijk niks te betekenen. Afspraak. Nu gaan we weer. Nou, de verkeerde geboortedatum, dat klopt allemaal niet. Nee. Maar we zitten er wel tegenaan. En er zijn ook andere voorspellingen op basis van andere tijdrekeningen. Die zeggen dat rond dat jaar 2000 tot het juist jaar 2012 dat er wel wat gaat gebeuren. Hoezo, wat gaat gebeuren? Wat? Nou, de tijdrekening van bijvoorbeeld de Maya's, die voorspelt een grote omslag rond het jaar 2012. Oh, nou daar heb ik geen verstand van. Mag ik je iets heel anders vertellen? Want ja, daar kwamen we in het begin op. De attentie van mensen voor niet het gewone recht op en neer nieuws en sensatie. Ik doe nou zes jaar het programma Met het Oog op Morgen, eens in de week. En toen dacht ik in het begin, hoe moet je dat nou afsluiten met een lullig praatje en gaat u lekker slapen. Ik dacht, weet je wat, ik eindig met een gedicht. Dan is het duidelijk, nu is het afgelopen. Nou, dat had ik 4 keer gedaan. En toen dacht ik, nou weer eens niet. Stortregen van telefoontjes, waar bleef het gedicht? Dus toen zat ik eraan vast. Maar sterker is nog, ik kan in die uitzendingen Wim Kok interviewen. Of de VVD aanvallen. Of iets over Israël zeggen. Daar komen nooit reacties op. Maar elke maandagmorgen staat de telefoon niet stil van mensen die willen weten waar dat gedicht te vinden was, hoe het heette. En dat onthult toch iets van dat mensen dat minstens evenzeer of misschien wel meer nodig hebben dan het laatste nieuws over Wim Kok en Eiburg en Ajax. John Jansen van Galen, ik kom nog een keer op terug, want we gaan nog eens een programma maken over gedichten met jou, wat jij mooi vindt. En heel rustig. Dankjewel. Er volgen ook wat gedichten.